beste kijkers, welkom bij de 15e aflevering van ZZ Leiden TV, het wekelijkse studioprogramma samenwerking met Sleutelstad van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. En zelfs de outfit is aangepast, deze week natuurlijk een speciale Koningsdag editie. Leiden had een uitstekende week, want er werd ruim gewonnen van de Hammers, de moeilijke uitwedstrijd in Zwolle, met maar liefst 58-79. En daardoor eindigde ZZ Leiden ook als eerste in de Elite A. En dat betekent dat ze in de play-offs, in alle rondes dat ze erbij zijn, het thuisvoordeel hebben. Eerst komt nu nog de Dutch Basketball League Cup. Duurt ongeveer een week. Leiden gaat starten aanstaande woensdag om 8 uur in Limburg. In Weert wordt er gespeeld tegen de Basketbalacademie. En na afloop van die wedstrijdronde van woensdag wordt er geloot voor het vervolg en is ook bekend als Leiden tenminste er nog in zit, of ze uit of thuis gaan spelen. De play-offs die komen na de DBL Cup beginnen op zaterdag 8 mei. En dat begint met een uitwedstrijd toevallig ook weer tegen de Basketbalacademie Limburg. In deze uitzending schuift onder andere aan de perschef van ZZ Leiden, Martin Hoekstra. En hij komt ons alles vertellen over de seizoensprijzen. En daarbij hebben we ook mooie reacties gefilmd van onze spelers die heel wat prijzen hebben gewonnen. Verder is de coach of the year te gast, Geert Hammink. Hij komt voorbeschouwen onder andere op de DBL Cup en op de play-offs. Aan het einde van de aflevering hebben wij natuurlijk ook weer onze spectaculaire quiz waarin die prachtige basketbal te winnen is en een voucher voor de livestream. Maar we gaan nu eerst naar onze eerste gast, Martin Hoekstra. Welkom Martin. Dank je. We gaan het hebben over de Dutch Basketball League seizoensprijzen die bekend zijn gemaakt de afgelopen dagen. Hoe gaat zo'n verkiezing eigenlijk in zijn werk? Nou, heel vroeger hadden we nog wel een soort verkiezing dat publiek mocht stemmen. Maar sommige clubs hebben zoveel fanbase. Dat is niet goed te doen. Dus is jaren geleden al besloten om andere manier te doen. In principe is het zo dat eind april, of begin april, eind maart, als de bekerfinale normaal gesproken was geweest, dan sturen we een mail uit naar de clubs. En dan moeten de coaches en de aanvoerders moeten hun stemmen doorgeven. Mm-hmm. En er zijn ook een aantal mediavertegenwoordigers uitgekozen die ook een stem hebben. Dus zodat de stemmen van de coaches en de aanvoerders tellen dubbel. En de stemmen van de pers tellen enkel. Omdat dat dan toch een soort verkiezing wordt dat door je eigen tegenstanders die je dan moet kiezen. Want je mag ook niet op je eigen club stemmen. Juist. Op eigen spelers. De coach en de aanvoerder mogen op iedereen stemmen, behalve hun eigen team. Juist. Oké, Martin, en wie zijn er allemaal bij die verkiezing betrokken als organisatoren? Dat zijn er twee mensen. Jacob Bergsma als historicus natuurlijk van basketbal. En ikzelf. En we doen het op twee verschillende manieren. Ik doe het echt allemaal handmatig, tel ook handmatig. En Jacob heeft allemaal Excel-formules, dat het automatisch gaat. En toch merken we dat er gewoon af en toe dan nog iets niet goed gaat of zo. Dan heeft hij, omdat ik alles ook meteen krijg, zie ik ook bijvoorbeeld spelers die gekozen worden, terwijl ze helemaal niet gekozen mochten worden voor de categorie. Zo is was er iemand die een Amerikaan voor de rookie liet opgaan. Ja, en dat kan niet, want het is alleen maar een Nederlandse speler die dat mag zijn. Ja, ik heb ook mogen stemmen en er staat dan netjes bij die Excel een blad van, nou ja, inderdaad, ook met leeftijden, de onder 23, wie zijn dat dan allemaal? Mm-hmm. En daar moet je natuurlijk wel even goed op letten. Als je nou kijkt naar de winnaars, Martin, en zeker de winnaars namens Zorg en Zekerheid Leiden, ja, wie valt je dan op? Nou ja, de grootste winnaar is natuurlijk Emmanuel Enzekwezi. Die heeft 6 prijzen gewonnen. Dus ja, daar kan niemand tegenop. Dat is ook zelden gebeurd in de historie. En we hebben ook zo'n prijs, dat is de Statistical MVP. Hij heeft daar een all-time record gezet. We houden dat bij sinds 2003. Okay. En het record stond op naam van Leon Rogers uit 2007 ongeveer. Niet de minste speler? Nee, en daar gaat hij met bijna 2 punten overheen. En de vorige winnaar van deze prijs was Darius Thompson. En die zit ook 3 punten achter wat Emmanuel Enzekwezi haalde. Dus dat is echt uniek. Nou is hij, het staat hier ook mooi in beeld, dank je Paul. Rookie of the Year en MVP. Is dat een unicum voor zover jij weet? Of is het wel eens vaker gebeurd of bijna gebeurd? Nee, dat is nog nooit gebeurd. Okay. Het is echt een unieke gebeurtenis dat iemand rookie van het jaar is, MVP van het jaar en ook nog topscorer van de league. Ik zag ook in een stukje, als ik het goed herinner, er was ook gekeken in de NBA. Er waren ook in die, wat is het, zo'n beetje 70 jaar NBA, zijn er ook maar 2 rookies geweest, dacht ik, die ook MVP zijn geworden. Dus het is wereldwijd ook heel bijzonder. Ja, klopt. We hebben een reactie van Emmanuel. Gaan we even naar kijken.
Emmanuel, gefeliciteerd met alle awards die je hebt gewonnen afgelopen week. Dank je wel. Nog nooit heeft iemand zoveel prijzen in de wacht gesleept in de DBL. Mm. Hoe belangrijk is die erkenning voor jou? Ja, voor mijn eerste jaar professioneel basketbal spelen is het wel belangrijk om een goede start te hebben. En wat ook belangrijk is voor mij is dat we het goed doen hier met het team. Dat we eerste staan en we play-off spelen. Maar die award hoort erbij. I mean, ik ben er wel blij mee. Misschien de belangrijkste award is nog niet uitgereikt. De MVP van de play-offs. Mm. Kan die er nog bij komen? Ja, hopelijk. Maar ik wil liever een kampioenschap winnen dan die play-offs MVP krijgen. Ik wil liever een kampioenschap. Dat maakt mij niet uit. De laatste MVP uit Leiden was Darius Thompson. Hij hangt daarboven. Mm. En hij is dit jaar zelfs genomineerd als MVP in Italië. Ja. We hebben je natuurlijk veel langer hier in Leiden, maar droom jij ook van zo'n toekomst? Jawel. Ik neem het stap bij stap. Ik weet niet wat de volgende stap is. En ik blijf gewoon hard werken, beter worden. En, yeah. Ja, er zijn nog veel meer prijzen gewonnen door ZZ Leiden. De volgende hebben we hier al op het display staan, Martin. Sixth Man of the Year. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat is een prijs die heel bijzonder is eigenlijk. Want coaches en aanvoerders hebben soms geen enkel idee wie nou een zesde man is. Marijn Ververs is dus door drie mensen genoemd als beste zesde man. Terwijl hij geen enkele wedstrijd van de bank gekomen is. Hij heeft alle wedstrijden gestart. Dus dat is een ding wat vrij apart is. Je merkt ook dat je toch ook discussies krijgt van ja, wanneer is iemand nou echt een zesde man als hij 12 keer gestart is van de 21 wedstrijden. Dat zat niet in ons reglement. Dat gaan we volgend jaar aanpassen dat er een percentage komt. Juist. Maar goed, de prijs is in ieder geval. Het was een hele spannende competitie. Boy van Vliet zat heel dichtbij. Ja, van maar, Heroes. Mm-hmm. Maar Riley Lechance die had toch even een paar punten meer. En die is beste zesde man geworden. Mooi zo. Is het ongebruikelijk dat een Leidenaar deze award wint? Of gebeurt het wel eens vaker? Het is een herhaling van 2 jaar geleden. Want toen was Sergio de Randami de beste zesde man. Met dank aan die bekerwedstrijd vooral. Mooi zo. Ook van Riley Lechance hebben we een reactie. Gaan even kijken. Riley. Congrats on winning the sixth man of the year award. Thank you. The last person to win this award was also a ZZ Leiden player. You've played against him this year, Sergio de Randami. And we went on to win the cup that year. So is this a sign of good things to come? Yeah, I hope so. I'm definitely appreciative of the honor. And, my teammates and coaches have made it really easy on me coming in here. So. Hopefully it's a sign of good things to come in the future. I can imagine players always prefer to be in a starting lineup, but obviously there's only 5 places. Right. What makes a good sixth man in your view? I think just doing whatever the team asks of you. Obviously I came in here a little late, and when I talked to coach on the phone before coming here, I kind of told him, I'm willing to do whatever needs to be done. Obviously they were in first place at that point. I wanted to help however I could. I think being sixth man, you gotta, or anybody coming off the bench for that matter, you just gotta bring energy, help on the defensive end, be a spark however you can. Ja, Martin, hiernaast zien we ook Luc van Bree. Hij zit samen met Enzo Kwesi in het All-Rookie team. Dus goed debuut ook voor Luc in de Dutch Basketball League. Dan gaan we door naar Mr. ZZ Leiden toch wel een beetje. Wordy de Jong, wat kun je daarover zeggen? Nou ja, Wordy sprak ik voor het seizoen van wat wil je nog eigenlijk bereiken? En hij zegt van ja, ik ben nog nooit de beste verdedigende speler geworden uit de DBL. Terwijl ik dat in de Europe Cup wel was. En dus eigenlijk is zijn droom nu uitgekomen, want hij wilde dat worden. Hij is ook met ruime afstand gekozen tot beste verdediger. Dus, iedereen noemde hem en staat echt ver voor. Hij zit dus als beste verdediger zit je automatisch natuurlijk in het all-defense team ook. Nou, Martin, zie je, Wordy speelt bijvoorbeeld bij Leiden wel eens op de 2 of op de 3. Maakt dat in de verkiezing nog uit of mag dat allebei? Nee, hij krijgt zowel in het all-defense team als in het all-star team krijgt hij stemmen op de guard-positie, maar ook op de forward-positie. En dan is het aan ons om te kijken van, op welke positie krijgt hij dan de meeste stemmen? Aha. Want dat wordt dan de voorkeurspositie, want dan tellen die andere stemmen natuurlijk wel mee. Ja, en dan is het gewoon kijken hoe dan de 3 uitvalt. Dus dat heeft bijvoorbeeld toegeleid dat Lapornik van Heroes Den Bosch
als forward is gekozen. En dat had net zo goed andersom kunnen zijn. Ja, en ook van Rudy de Jong hebben we een reactie. Gefeliciteerd met de award voor de best defensive player. Je plek in het all-defense team en in het all-star team. Wat betekent dit voor jou? Zijn op zich wel leuke individuele achievements, maar we willen uiteindelijk toch kampioen worden. Dus het is mooi meegenomen. Het stond op mijn lijstje om defensive player hier te worden. Echt al een lange tijd. Alhoewel ik denk dat ik betere defensive seizoenen heb gehad. Maar het is mooi meegenomen. Regular season is for show en playoffs is for dough, zeggen ze wel eens. Afgaand op de wedstrijd tegen Zwolle staat het team gretig en scherp. Zijn jij en het team klaar voor de playoffs en voor de DBL Cup? Ik denk dat we redelijk op weg zijn, maar ik denk niet dat we al klaar ervoor zijn. Ik denk dat er nog heel veel dingen zijn waar we nog steeds in beter kunnen worden, verbeteren. We moeten zeker nog erg op veel dingen nog puntjes op de i komen. Mooi. Nou, dan hebben we hier ook nog, je komt hier straks op het scherm, de coach of the year, kom er maar in, Geert Hammink. Ja, die is hier straks in de studio te gast, Martin, dus die vraag stellen we straks aan Geert. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Aangeschoven hier aan tafel, Geert Hammink, hoofdcoach van Zorg en Zekerheid Leiden. Dag Geert. Goedenavond. We hebben net eens even zitten rekenen, hoeveel wedstrijden zijn er nou precies gespeeld? We moesten even graven, natuurlijk eerst een halve competitie, toen Elite A, 21 in totaal. Hoe kijk je daarop terug? Zo, dat is een open vraag, of niet? Ja, hoe kijk ik daarop terug? Ik denk met genoegen. Ik denk dat wij het seizoen in zijn gegaan met bepaalde doelstellingen. Die hebben wij. Kijk, je kunt altijd beter doen, ja? Maar gedeeltelijk hebben we die ook waar kunnen maken. En ik denk als je vorig seizoen had gezegd van aan het einde van die 21 wedstrijden hebben wij beste win-loss record, dan hadden we daarvoor getekend, denk ik. Dus ik denk dat we met een zeker gevoel van ook tevredenheid terug kunnen kijken op die 21 wedstrijden. Lijkt me wel. Volgens mij van 21, 17 gewonnen. Zeg ik dat goed uit mijn hoofd? Dat klopt, ja. 17-4. Ja, en eerste geëindigd in Elite A, thuisvoordeel door de hele playoffs heen. Ja. Gaan we zo naar vooruitkijken. Als je dan kijkt in die 21 wedstrijden, je hebt natuurlijk hele overtuigende. Je hebt close wins, je hebt lastige, je hebt makkelijkere. Ja, er zit natuurlijk variatie in. Hoe ervaar jij die? Is die normaal of was die groter? En waar zou dat aan kunnen zitten dat je de ene wedstrijd echt helemaal boven jezelf uitstijgt, de andere wedstrijd misschien wat onder je niveau blijft? Er spelen vele factoren mee, denk ik. Ik denk dat een van de factoren is dat we met z'n allen relatief jong zijn. En dat motivatie dat klinkt misschien fout, maar tegen de wat betere tegenstanders automatisch komt. En ik denk dat wij ook de betere, zeker helften van de wedstrijd hebben gespeeld tegen de betere competitie. We hebben wel eens wat steekjes laten liggen tegen teams die 3, 4, 5 plaatsen onder ons stonden. En daar hebben we van geleerd, denk ik. En als ik dan stiekem om hoop uit mag spreken, hoop ik dat dat niet meer gebeurt. En overigens wel, als het dan... Ja, jullie hebben een paar keer verloren van Den Bosch, een keertje van Zwolle. Je hebt van die lagere teams, met alle respect natuurlijk altijd. Hè? Je hebt geen punten laten liggen daar. Nee, geen één. We hebben het niet altijd makkelijk gehad. Ik denk in die eerste 11 wedstrijden hebben we denk ik 3 wedstrijden wat minder gespeeld. Concentratie iets minder. Maar ook hele, hele goede wedstrijden gespeeld. En dan denk ik dat het was iets wat noodzaak, geloof ik. Met betrekking tot de COVID-situatie natuurlijk. Hebben we een Elite A en een Elite B gecreëerd na de eerste 11 wedstrijden. Ja, daar zat eigenlijk geen enkele makkelijke wedstrijd tussen. Ik weet niet exact hoe de coaches en de spelers in Elite B het hebben ervaren. Maar volgens mij in alle gesprekken die ik heb gevoerd met collega-coaches, maar ook spelers in de Elite A, was er toch een hele, hele mooie afgelopen anderhalve maand in de Elite A. En ja, daar hebben wij toch redelijk constant gespeeld, denk ik. Absoluut. We hadden het net over wat variatie door het seizoen heen. Als je de ploeg zou proberen te typeren, tenminste ik vanaf de zijlijn, zie een heel attractief basketbal. Veel scorend vermogen, bijna bij alle spelers. Ze kunnen acties maken, ze kunnen de bal delen, ze kunnen schieten, ze kunnen inside buffelen.
verdedigend, de laatste wedstrijd tegen Zwolle, eigenlijk een must-win om eerste te blijven. Hè? Onder andere ook de verdediging. Je hebt ze geloof ik onder de 60 punten gehouden. Mm-hmm. Er zitten ook wel eens wedstrijden tussen. Dat, vanaf de zijlijn. Dus je denkt, hey, we krijgen ook nog wel eens veel punten tegen. Of we hebben wat meer moeite met het verdedigen, bepaalde stops te maken. Hoe kijk je aan tegen de verdedigende kwaliteiten van het team? Wij als coachingstaf hadden een dilemma met een verkort seizoen in 4,5 maand. Dat je eigenlijk niet je normale opbouw van een seizoen kunt. Dus je moet prioriteiten stellen. Hebben wij gedacht de wijze keuze te kunnen maken dat we beginnen met de aanval, mm-hmm. De plays, mm-hmm. dat alles inslijpen. Natuurlijk hebben we in het begin ook de verdediging behandeld, maar heel summier. Heel basic. En eigenlijk zijn we pas de laatste maand, anderhalve maand bezig om dat aan te scherpen. En de jongens pakken dat bijzonder goed op. En met een uitzondering, met de uitzondering van een helft links en rechts, denk ik dat we iedere wedstrijd beter worden in de verdediging. En dat zit ook in het team. Ik bedoel, we hebben goede verdedigers. Het concept, als er dan wat gaten vallen, ligt misschien dan meer aan de coachingstaf dan aan de spelers. Dat zijn we met z'n allen, met z'n veertienen, met de coaches erbij, de 16 aan het oplossen. Mm-hmm. En jij refereerde aan de laatste wedstrijd in en tegen Zwolle. Ja. En ik denk dat het daar al redelijk goed klikte. Ja, kun je wel zeggen. Ik weet dat jij niet zo heel gauw hè, spelers eruit pikt, maar we hadden het voor de uitzending onder andere over Luc van Bree tegen Noah Daalman bijvoorbeeld. Hè. Ja, Noah Daalman lag aardig aan de ketting. Dat is wel een ding om van te genieten. Ja, wij preachen, hoe zeggen we? Wij benadrukken altijd teamverband. Ja, ja. En je hebt gelijk, ik doe het ook niet vaak, hè, de individuele spelers eruit uithalen. Maar als ik een gokje mag doen, ik kom hier natuurlijk blind binnen, gaan we dadelijk nog wel over individuele dingen hebben, schat ik zo. Dus, maar het is ongetwijfeld waar dat Luc, je noemt hem bij naam, bijzonder goed was verdedigend 5 dagen geleden. En voor de wedstrijd hadden we eigenlijk al een beetje gezegd. Ik denk dat, Noah Daalman is een tijdje geblesseerd geweest. Mm-hmm. Maar ik denk met Daalman in de rotatie. Het is natuurlijk een bijzonder goede speler. Mm-hmm. Ja, erg, erg goed. Je loopt al jaren mee en het speelt altijd mee in de bovenkant van de ranglijst van effectiviteit. Mm-hmm. En het is een gevaarlijke speler. Heel listig. Moeilijk ook. En toch vonden wij voor de wedstrijd dat met Noah Daalman in de line-up bij Zwolle, dat het voor ons een iets betere matchup is. En dat neemt niet weg van de andere bigs bij Zwolle, zijn natuurlijk ook gevaarlijk. Maar die twee wedstrijden die we tegen Zwolle hadden gespeeld, deed Noah Daalman niet mee. Rados was toen... Rados was goed. De Pachter was goed. Bleker, de tweede wedstrijd, was goed. Ja. Nu mis ik nog iemand, maar oké, ze waren Lock, goed. Keo Lock, denk ik. Ja, Lock ook, die dan op 4 speelde wat. Die waren goed en dat waren ze afgelopen donderdag, was het donderdag dat ze speelden? Waren ze niet minder, denk ik. Maar ik denk dat wij scherp waren en in de rotatie in de tweede linie achter de pick-and-roll situaties heel goed stonden. Geert, je noemde het al kort, hoe jullie als coachingstaf in zo'n kort seizoen hebben moeten opbouwen, de keuzes die je maakt. Stel dat er geen corona was geweest, hè, dan waren we in oktober begonnen in plaats van januari. Dan heb je 3 maanden extra. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of jij zo denkt, hè, dat heeft misschien ook niet heel veel zin. Maar als je als gedachte-experiment zou zeggen, stel het was een normaal seizoen geweest. Wat zouden dan dingen zijn geweest die je meer had kunnen doen of die je anders had kunnen doen? Als allereerste meteen vanaf de off the bat hier, dan meteen is de voorbereiding heel anders. Ja. We hebben eigenlijk wel een relatief normale voorbereiding gehad. Totdat 2 maanden plat kwam te liggen. Ja. Dan begin je eigenlijk overnieuw. Ja. Toen was het, ik weet het niet meer exact, maar volgens mij hadden we toen 1,5 week voorbereiding. Ik weet niet meer, ik overdrijf misschien. Maar het was heel, heel erg kort. Ja. Maar normaal in zo'n opbouw probeer je wat meer in de voorbereiding al het een en ander neer te zetten. Nou, dat was eigenlijk weg. Dan moet je tijdens... zelfs als het 4,5 maanden was geweest met dezelfde frequentie aan wedstrijden, als een 8 maanden seizoen, een 7,5 maanden seizoen, dan heb je ook wat meer tijd in de weken ertussen nog. Ja? Want nu is eigenlijk zeker de laatste tijd iedere 3-4 dagen een wedstrijd. Mm-hmm. En als je dan een keertje 5, 6, 7 dagen hebt, dan moet er ook wat rust gepakt worden. Ja. Dus die indeling en opbouw van wat je tactisch wilt doen is was dit jaar heel anders. Wat had er dan gestaan? Ik denk
ik denk wat eerder de verdediging die we nu zien. Aanvallend denk ik misschien wat later het vloeien en het mooie waar hij refereerde. Het balschakelen, het pasen, het samenspel. Dan dat er nu al was. Want ja, daar hebben we wat eerder op gefocust. Duidelijk. Ja, we hadden het kort even over individuen. Inderdaad, ik wilde een aantal noemen. Te beginnen met jou, Coach of the Year. Gefeliciteerd. Dank je wel. Van de Dutch Basketball League. Een mooie graphic ook voor jou meegenomen. Maar natuurlijk het hele team. Emmanuel heeft prijzen gepakt. Wordy, Luke, Riley. Marijn scoorde een aantal dingen heel hoog. Dan hoop ik dat ik niemand vergeet. Maar ja, een karrevracht aan prijzen. Ja. En ook van je peers. Hè? Dus de zwaarste weging. Martin Hoekstra is dat eerder komen uitleggen. Komt van de stemmen van de coaches en de aanvoerders. Je hebt zelf ook, denk ik, gestemd samen met Marijn. Hoe kijk je tegen al die awards aan? Nogmaals, laat ik beginnen met het positieve. al die awards die wij hebben verzameld, zeker de spelers, verdienen dat. Ja? Verdienen dat. Zij brengen natuurlijk individuele kwaliteiten naar een team. En dan vertalen we dat naar een teamverband en proberen we daar het beste van te maken. Dus als eerste petje af aan de spelers. Ja, maar we hebben dat ook besproken kort, nadat de laatste individuele awards werden toegekend. Okay. Hebben we besproken en gezegd, luister, verdedigend is misschien wat anders dan een aanvallende individuele award. Mm-hmm. Maar we hebben gezegd, wordt hij natuurlijk verdiend verdediger van het jaar. Maar we zijn allemaal joint at the hip. Hè? We zijn 14 man samen die dingen doen. En het feit dat Worthy zo goed verdedigt in de wedstrijden is natuurlijk aan twee kanten. Eén, hij kan dat. Dat is een pre, want anders. Hè? Maar ook in de trainingen wordt hij natuurlijk iedere dag gepusht. Ja. Hij moet daar Giddy verdedigen. Ja, 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 ja. Maar ook Kevin die hard werkt en anderen op die positie. Datzelfde geldt voor Emmanuel. Ik denk dat het... Emmanuel weet allemaal dat hij zijn kwaliteiten brengt als individuele speler. Maar... Het feit dat hij frictie ervaart iedere dag op training. Juist. Van Mace, van Mike, van anderen. Dat helpt een speler natuurlijk ook individuele awards te genereren. Juist. Ja? Ja. De enige die dat niet heeft is de coach. Daar is het compleet afhankelijk van de spelers. Dus ik heb de jongens bedankt voor hun inzet. Eén, twee, open mind naar wat we proberen te doen. En de bereidwilligheid om daar gevolg aan te geven. En ik heb de jongens ook gezegd, ik kan me niet herinneren dat ik één basket heb gemaakt of een rebound heb gehaald. Of een verdedigde stop heb gemaakt. Dus dat is compleet aan het team. En wat ik dus zeg over dat coach van het jaar geldt ook in gedeelte voor de individuele speler awards. Ik heb Riley niet genoemd. Dat is natuurlijk nog mentaal een belangrijke... Six man, inderdaad voor de kijkers inderdaad. Yeah. De eerste van de bank. Nick komt ook... Six man of the year. Ja, six man of the year. Kijk, ik denk voor alle ploegen, inclusief onze, kan hij ook starten. Mm. Ja? En ik denk dat Riley daar het conceptteam goed heeft omarmd. Mm. En gezegd, luister, ik zie hoe het zit. En dat vergt natuurlijk wel wat. En dan, we hebben kort Marijn genoemd. Boyd van de Vuurste Vries natuurlijk, gefeliciteerd. Onder 23 MVP. Ja, klopt. Onder 23 MVP. Marijn was tweede. En nogmaals, Boyd, gefeliciteerd. Ik had het ook natuurlijk anders kunnen zien, hebben gezien. Nee, maakt niet uit. Gefeliciteerd, Boyd. En jij mocht niet op Marijn stemmen. Marijn mocht ook niet op zichzelf stemmen. Nee, dus klopt. Jullie hebben misschien gewoon, nou, dat hoef je niet te zeggen. Maar in ieder geval, en Marijn scoorde trouwens ook heel mooi bij het Most Improved Player klassement. Ja. Hey, Marijn heeft een, kijk, nu praten we toch over individuele spelers, dan moet het er nu ook maar allemaal uit. Marijn gaat een fantastisch seizoen door. Ja. Dat ligt niet aan mij. Vorig jaar heeft hij stappen gemaakt ten opzichte van het jaar daarvoor. Mm-hmm. En het vergt speciale spelers om ieder jaar vooruit te kunnen gaan. Mm-hmm. En nogmaals, het gehele team creëert ook de omstandigheden waar hij dat kan doen. En hij maakt daar volledig gebruik van. Ik zou graag ter afronding, Geert, met jou wat vooruit willen kijken. We krijgen eerst nu een week met de Dutch Basketball League Cup. Ja. En dan vanaf 8 mei de play-offs. Toevallig beide
keer Bal uit Limburg mm-hmm. als tegenstander. In de cup natuurlijk, als jullie doorkomen, steeds voor iemand anders. Ja. Tegen Bal in de play-offs minstens of twee wedstrijden. Sowieso twee wedstrijden. Ja. Wat verwacht je van die confrontatie? Ja, dat wordt een hele interessante. Want nogmaals, we hebben het COVID al een paar keer genoemd. De eerste ronde in de play-offs is gevaarlijk. Die is verkort. Dus niet best of three of best of five. Of dat is gewoon uit en thuis. Ja. Dat is gevaarlijk omdat Bal 1 bijzonder goed gecoacht is. 2 goede spelers heeft. En ja, zij voor de balspelers zit die ring zo wijd op het moment. De spelers van Bal zitten goed in hun vel. Is een beetje, een beetje onpopulair bij mij, Nederlands gezegde. Maar ze zitten er goed in. Hebben in Elite B natuurlijk veel wedstrijden gewonnen. Hebben een soort flow. En dan is het gevaarlijk, zo'n uit-en-thuis wedstrijd. Ja? 3 dagen geleden is die loting dan geweest. Zien we dat we uit in Bal voor de beker moeten spelen. Ik denk dat goed is. Ik ben blij met die loting. Kijk, we hebben natuurlijk een team samengesteld van spelers, van veel spelers die de Nederlandse competitie niet kennen. Mm-hmm. Nu wel beter natuurlijk, maar ze kennen Weert niet en de Hall niet. Morgen wordt het kijken van hoe die hallen elkaar zitten. In die halve competitie speelde je thuis tegen ze inderdaad. Ja, hebben die Hall nog niet gezien. Ja, ik wel, Worthy wel. En Marijn wel, maar heel veel spelers zijn nog nooit in Weert geweest in de hal. Dus woensdag, dus morgen wordt het kijken hoe we daar, een wedstrijd kunnen winnen. En wat er ook mogen gebeuren, we halen er in ieder geval uit dat we, wanneer we de play-offs beginnen op de 8e, in ieder geval weten waar we naartoe gaan. Ik vraag je nog daarover. Je zei de ring lijkt wel zo groot voor die spelers. Bedoel je dan, ze hebben natuurlijk een aantal hele mooie schutters. Of bedoel je het hele team? Ja, nee, ze of, voelen zich gewoon goed. En de laatste wedstrijd hebben ze natuurlijk op laatst nog iets wat op de rem getrapt. Maar 114 punten gemaakt. 20 driepunters. Tegen Almere. Dat is een resultaat van wedstrijden winnen. En dat hebben ze natuurlijk veel gedaan. Ik geloof 7 van de 10 gewonnen in de Elite B. Ze hebben ook bijzonder goede schutters. En na Yoshi United nemen ze de meeste driepunters. Na ons maken ze de meeste driepunters. Gevaarlijk schietend team. Maar nogmaals, ik heb gezegd, alleen schieten, daar ben je geen wedstrijden mee. Ook heel goed gecoacht en komen op het goede moment pieken ze, lijkt. Mooi, het is ook echt zo'n vereniging, hè? In het Nederlands basketbal Weert, ooit kampioen geweest, die er ook helemaal bij horen. Geert, als laatste. Fysiek. Kun je iets vertellen over spelers inzetbaar? Zijn er nog mogelijke blessures? Wat kun je daarover verklappen? Nee, we zijn allemaal gezond. Zijn allemaal fit. We hebben gisteren hard getraind. Vandaag hard getraind. En we gaan met de volledige ploeg die fit is en gedreven is naar Weert afreizen morgen. Mooi zo. We gaan het allemaal volgen op de livestream. Woensdag is die wedstrijd. Klopt. Om 8:00 vanuit de Sporthal Bolshoven. Geert, veel succes daar. En dankjewel. Dankjewel. Elke week geven we zo'n prachtige bal van Zorg en Zekerheid weg. Gesigneerd door het hele team. En ook een voucher om gratis naar de livestream te kunnen kijken. En ja, we hebben dus vorige week een vraag gelanceerd. Speciaal voor nu Koningsdag. Want het antwoord is namelijk Nick King. En die vraag is goed beantwoord door W.A. van Buren uit Den Haag. W.A., die prijs komt zo snel mogelijk naar je toe. Veel plezier alvast ermee. De nieuwe quizvraag die wordt gesteld door een van de spelers. En niet de minste, Woody de Jong, de Defensive Player of the Year. Die gaan we zo instarten. Daarmee sluiten we ook af. En dan zeg ik voor deze week hartelijk dank voor het kijken. Bij welke club ben ik mijn eredivisie carrière begonnen? En daar moet ik ook de juiste naam weten.